De ik-generatie spreekt voor zich. Nou weet ik niet heel veel generaties, dames en heren, maar één rode traditionele lijn is dat alle generaties zich ongelooflijk veel zorgen maken over de jongste generatie. Want die lijkt echt enorm te ontsporen. Als er één ding is waar wij heel slecht in zijn, is inderdaad het ons organiseren. Ik woon in het centrum van Amsterdam. Ik beschik over voldoende capaciteit. Ik ben heel erg gelukkig. Ik ben generatie ik. Je bent zelf uniek. Je bent wie je bent. Tegelijkertijd, als je een andere generatie naar je kijkt, dan zie je gemeenschappelijke patronen. Wat mij verbaast is dat er zo weinig reflectie is op wat er aan problemen bezig is aan te komen en op de enorme pogingen gedaan worden om die problemen in te dammen. En nu is het de beurt aan jullie, generatie ik. Als ik naar jullie kijk, zie ik een generatie die vertrouwen heeft in de toekomst en zich minder moeite de snelle veranderingen in de samenleving eigen maken. Wie ben ik?